Gisteravond was de opening van de nieuwe brandweerkazerne in Arnhem. En wij waren daarbij aanwezig en spraken met huidig burgemeester Herman Keizer over die nieuwe brandweerkazerne en ook met oud-burgemeester Paulien Krikke. Nou, het is natuurlijk een fantastisch mooi gebouw, maar ik ben er vooral trots op omdat wij de mensen die letterlijk voor ons door het vuur moeten gaan het hele jaar door, dat we die een fatsoenlijk huis bieden van waaruit zij kunnen werken, waar zij zich kunnen voorbereiden op het uitrukken en waar ze weer tot rust kunnen komen na de uitruk. En professionele brandweermensen, dat geldt trouwens ook voor de vrijwilligers, die verdienen een professioneel huis met goede gereedschappen waar zij veilig mee kunnen werken in het belang van de veiligheid van onze burgers. Elke brandweer heeft een regionale verantwoordelijkheid als er grotere calamiteiten zijn. Maar deze brandweer van Arnhem-Noord is ook de standaardbrandweer voor onze buurgemeente Westervoort. Deze brandweer heeft allerlei moderne snufjes, maar ook nog aan duurzaamheid gedacht. Jazeker, niet alleen de daken, die zijn of groen of met zonnepanelen bedekt. Maar u ziet hier een hele grote betonnen plaat, wat er natuurlijk ook hoort voor het parkeren van de brandweervoertuigen. Dus dat moet groot zijn. Dat is stenig, daar komt heel veel regenwater op. En het mooie is dat al dat overvloedige regenwater, dat wordt opgevangen. En dat wordt weer gebruikt in de blusvoertuigen. Dus met het regenwater wat op de parkeerplaats van de brandweer valt, worden ook branden geblust. Wat we er vooral van kunnen verwachten is dat de brandweer er beter, sneller, effectiever nog mee kan gaan optreden met lagere kosten voor energie. En dat is dus precies het voorbeeld wat wij als overheid moeten geven. Het moet werken en het moet duurzaam zijn. Want het is niet of het duurzaam is of functioneel. Dat moet beide samen gaan en daar geven wij als Arnhem weer een mooi voorbeeld van. Er zit een geweldige keuken in. Wat je ook ziet is dat ze een geweldige sportaccommodatie hebben. En dat is ook nodig omdat brandweermensen die moeten op en top fit zijn. Zeker voor die mensen die met zuurstofmaskers op moeten gaan. Dus er moet gewerkt worden aan fitheid gedurende de hele dag, het hele jaar. Kortom, Arnhem heeft er een moderne brandweerkazerne bij die zorgt voor de veiligheid van de Arnhemmers. En daar mogen al die Arnhemmers heel erg blij mee zijn. Ik vind hem super mooi geworden. Ik vind het echt een aanwinst voor de wijk. Ik vind hem er verschrikkelijk mooi uitzien. Ik vind hem van binnen is hij mooi en transparant. Maar van buiten is het echt een statement. Dit is een brandweerkazerne en hij ziet er prachtig uit. U was een van de grondleggers, een van de aangevers hiervoor, hè? Ja, dat is wel al een tijdje terug. Het verhaal wil, en dat is ook waar. Er is mij ooit een schets gepresenteerd en het zei ze van nou, dit is het. Toen heb ik gevraagd, is het iets om naar te kijken of moet ik er ook echt iets van vinden? Toen zei ze, nou ja, je moet er eigenlijk ook wel echt iets van vinden. Dus heb ik gezegd, het moet echt een gebouw zijn voor de wijk. Het moet de wijk omhoog halen, het moet er staan, het moet een statement zijn. En ik ben zo ontzettend gelukkig dat dat het nu geworden is, dat ik hier vandaag als een hele blije vrouw sta. Hij is duurzaam, dus alles wat er op dit moment mogelijk is technisch om in een gebouw te zetten, zodat je zonnepanelen hebt, groene daken, maar ook het regenwater wordt opgevangen om mee te blussen, maar wel om mee te oefenen. Ja, al dat soort dingen zijn hierin verwerkt. En dat maakt het een helemaal state-of-the-art mooie brandweerkazerne. En ik hoop dat de brandweer hier heel veel goede uitdrukken uit zal doen en dat ze allemaal gezond weer terugkomen en goed voor de stad zullen zorgen.